Goedemorgen, uh, Lars Daniels hier uh, van Perswijn. Uh, ik, vul, uh, even in, ik val in voor, uh, voor Ronald de Groot om de proeverij van uh, gisteravond te bespreken. Zoals elke dinsdagavond hebben we geproefd met het Perswijn Panel. En uh, gisteravond stond er echt een uh, fantastische serie wijnen op tafel. Uh, we hebben rode wijnen en witte wijnen uit de Noordelijke Ronde geproefd. Eerst het rood gedaan en daarna het wit, wat een hele leuke. Uh, verandering was op, uh, op wat, we, wat we klassiek zouden doen, denk ik. Uh, maar dat kan met deze wijnen makkelijk, ook omdat er uh, krachtige witte wijnen bij zitten. Op basis van Marsan en, en Viognier in het geval van, uh, van Condrieu. De rode wijnen kwamen uh, overwegend uit Kroos uh, Hermitage en, en uh, Côte Dus allemaal op basis van, uh, van Syrah. Met misschien hier en daar een beetje uh, Viognier erin uh, geblend, in het, uh, uh, gefermenteerd in het, uh, in het geval van, uh, van Côte -Routie. Uh, ik wil er een paar wijnen uithalen, natuurlijk, maar wel uh, gezegd hebben dat uh, um, alle wijnen echt uh, ontzettend hoog niveau waren en zeer zeker uh, aanbevelenswaardig zijn. Uh, zeer zeker koopwaardig. Uh, maar even wat uh, contrasten in stijlen. Uh, bijvoorbeeld deze wijn van uh, Domaine des hauts uh, een Croce Hermitage van uh, residence wijnkopers. Um, een, een wijn dus van 100% Syrah, maar die vooral op het, op het fruit is gemaakt. Uh, hij komt van een, een, een plateau uh, tussen, tussen Tain-l'Hermitage en Pont-l'Isère in, uh, waar, waar rode klei ligt met veel rolkeien erop. Het terroir heeft eigenlijk iets meer van, van, van Chateauneuf-du-Pape eigenlijk dan van de Hermitageheuvel bijvoorbeeld. En dat geeft de volle ronde. Heel fruitige uh, syra, die, uh, die een hele mooie afwisseling vormt met, uh, met de meer klassieke syra's, zoals deze van uh, Clucel Roch, van uh, Vinobles. En uh, uh, een wijn uit, uit Côte Rotis, van de, de schist en, en graniet van Côte Rotis. Heel klassiek, uh, heel puur, uh, nog heel veel toekomst. En tot slot een hele, ja, nog klassiekere wijn, denk ik. Van een domein wat ik eigenlijk zelf niet goed ken. En dat is altijd weer leuk van dit soort proeverijen: dat dit soort wijnen worden ingezonden. Ook een iets oudere wijn uit 2010. Cotrotie La Brocarde van Mariline en Christophe Bilon van specialist Rhone Value Wines, Marge van Winsen. Ja, een klassieke wijn wat ik al zei en vooral hele, hele mooie Tannine met nog veel toekomst. Die nu al te drinken is, maar ook nog zeker een aantal, aantal, aantal jaren mee kan. Dan naar het wit. Ontzettend gemengd natuurlijk. Je kunt met Marsan ontzettend veel dingen doen qua opvoeding. Condrieu is wat, is wat, wat sprekender van, van nature, denk ik. Deze wijn, een witte Saint-Joseph, heb ik even uitgehaald van Yves Quilleron, een van de grote wijnmakers van de Noordelijke Ronde. Zeker als het gaat om witte wijnen. Een prachtig opgevoede wijn, heel compact met een hele goede balans. Dan naar Condrieux, een wijn van een groot producent, Auger. Uh, en uh, dat bewijst maar weer dat, uh, dat, dat ook grote producenten hele goede wijnen kunnen maken. En zeker als ze van hele goede terroirs komen. En dan uh, praten we over uh, de, de heuvel, uh, de helling Sherry. Wat samen met, uh, uh, met de andere bekende uh, Coteau du Vernon een van de Grand Cru's zou zijn. Mocht er een uh, wijngaard zijn in, uh, in Condrieu. Een, een rijpe wijn met, met, met veel structuur. En prachtig, bijna olieachtige structuur. Zoals goede uh, Sylvana dat ook kan hebben. En tot slot... Gaan we naar, naar Hermitage, naar een andere klassieke producent, Tardieu Laurent, al jaren in het assortiment van, van de bruinwijnkopers. Uh, een, een, een rijpe wijn, maar wat opmerkelijk hier is, is de, is de prachtige opvoeding en, uh, en de, de opmerkelijke frisheid in de wijn. Dat, dat geeft aan dat hij nog heel lang mee kan. En dat zou ik zo aanbevelen, sowieso aanbevelen bij dit soort wijnen. Wacht er eventjes op. Condrieu kan veel eerder worden gedronken. Bij Marsan, dus Witte Saint-Joseph, Witte Hermitage. Zou ik altijd aanbevelen om, om daar een paar jaar op te, wa op te wachten, zodat ze nog wat complexer kunnen worden.